Dag allemaal, vandaag gaan we een cakerol maken. Ik heb begrepen dat een cakerol, dus de cake zelf, moeilijk te verwerken is. Dus ik ga een biscuitrol maken. Biscuit die rolt gewoon wat makkelijker op dan een cake, dus vandaar dat ik daarvoor kies. We willen natuurlijk niet hebben dat er gelijk kapot gaat. Voor de biscuit hebben wij nodig 4 eieren op kamertemperatuur. Zakje suiker met vanillesmaak, 120 gram normale suiker, 20 gram maizena en 100 gram bloem. Voor de vulling hebben wij extra gem bosvruchten. Ik heb de citroenras uit een potje opgehaald, die hebben we ook nodig om op te rollen. En de mascarpone is niet nodig. De mascarpone hoef je niet te gebruiken. Ik gebruik het bij dit recept wel, want ik heb hem voor een ander recept gekocht, maar die ging niet door. Ja, ik vind het zelf niet lekker. Dus ja, die gebruik ik nu. Je kunt ook botercrème gebruiken en je kunt cream cheese gebruiken. En je kunt ook alleen de gem gebruiken voor de vulling. Ja, dan gaan we beginnen. Ja, ik heb de eieren alvast ingegooid. Nou gooi ik de vanillesuiker erbij in. En ik heb ook een foutje gemaakt, want de citroenrasp gaat er nou ook bij in. Ik dacht dat die bij de... Ik dacht dat die op het einde bij in ging, maar dat gaat hij dus niet. De normale suiker. Dan pakken wij de citroenrasp even. Ik weet niet precies hoeveel. Halve schil stond erbij, maar... Uit citroenen. Het zou goed zijn als hij het gewoon de overhand. Het zijn erge dingen in het leven. Nou, dan gaan we eventjes lawaai maken. Ik laat er straks gewoon snel doorlopen, dus je hoort het niet zo heel lang. Dus ja, tot straks. Nou, dan pakken wij de bloem. En de maïzena. Die zeven wij er doorheen en ja, ik heb eindelijk een zeef gekocht. Nou, dan roeren wij dit met de grader er doorheen. En het hoeft alleen maar er doorheen, je hoeft het niet helemaal te verwerken. Gewoon lekker rustig. Zodra je het niet meer ziet, is goed. Ja, je hebt er nou allemaal lucht in geklopt. En op het moment dat je dit nu veel te hard gaat doen, dan sla je al die lucht er weer uit. En dat kloppen met een mixer, was vergeten te zeggen, duurt plus minus 10 minuutjes. Voordat het goed is, dus ik heb geen idee of ik het goed heb. Maar ja, dan komen we naar het bakken wel achter. Ik merk gewoon dat ik alle lucht eruit haal. Ook omdat hij de bloem niet opneemt. Ja, zoals ik al zei. We zien het op het eind wel. Ik heb al wel gezegd in het bakken van het maakt niet uit hoe het eruit ziet, zolang het maar goed is. Zolang het maar lekker smaakt. Ja, als het veel te droog is, dan smaakt het ook niet lekker.
Ja, dus de omgeving gewoon mislukt. Het totaal niet uitziet, maar het is heerlijk. Is goed hoor. Ik vind het geweldig. Oven is ook op temperatuur, ook dat was vergeten te zeggen. Oven op 170 graden. Die is ondertussen is de oven op temperatuur. Nou, dan pleuren wij deze weer leeg. Mooi op die slag hier. Hè? Dan moet die ongeveer een centimeter dik worden. Oh, je ruikt de citroen goed. Volgens mij is de bakplaat klein. Ga daarmee wagen. En dan pleuren we nou 15 minuten de oven in. Hou even klauwbanden. Nou, die is aan het bakken. Dan zie ik jullie over 15 minuten weer. Ja, hij is volgens mij wel gaar. En zo. Mooi zacht. Gaat wel iets donkerder gemogen. Ja. Het loopt ook een beetje. Ja. Niet recht in ieder geval. Ja, een volgende gaan we doen. Wij gaan hem. Hier. Op het theedoek met suiker neerpleuren. Gaan we opholen. En zo laten we hem ongeveer 10 minuten afkoelen en dan gaan we verder. Nou, daar ligt hij dan. Hij is nog een klein beetje lauwer. Nou, hij is wel een beetje gescheurd hier en daar, maar ja, kun je niet alles hebben. Ook toen die bakpapier eraan gehaald, dan ging dan jou te best. Zo, nou ja. Maar gooi de jam op. Even kijken hoeveel. Te veel natuurlijk. Ja, ook zeker niet te weinig. Het recept die ik gebruikte stond ongeveer 200 gram op. Nou, ik heb 600, dus ik vermaak me wel. Hierna nog een beetje mascarpone eroverheen. Ik heb geen idee hoe dat smaakt trouwens hoor, ik ken dat niet. Ik had nodig voor een ander recept, maar ja. Zelf wat niet lekker vind, ga ik het niet maken natuurlijk. Hopelijk blijft hij heel. Ik heb mijn twijfels namelijk. Open jij. Voor de mensen die het niet kennen, waaronder ik. Dit is mascarpone. Zacht en romig staat erop. Ingrediënten romig melk, zuurderregelaar en nul suiker.
Nou ja, de ene die mengt het door elkaar heen. En de andere die doet het gewoon zo, zoals ik het nu doe. Nou, we gaan rollen. We zullen wel zien hoe het wordt. Suiker blijft er mooi op plakken. Ik ga straks gelijk de was in. Hier. Breekt gelijk al. Pak een slagersmes. Dat er niet leuk uit. Nou, overzegen dat het eetbaar is. Hij is lekker, beetje droog. Maar ja, dus ja, dat heeft echt met de mixer te maken. Van de rest, ja, ik vind het goed gelukt. Hij is heerlijk. Nou, ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Hebben jullie een suggestie voor een recept? Laat dat even achter in de comments. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Laters!